Unieke stem, Rod Stewart. Ah, wel, maar je zal zien bij Chris Fowler dat dat er heel dichtbij ligt, dat het vandaar een beetje komt. Ook zijn manier van zingen. Stewart, een fantastische mens, hè? Ja. Ik ken hem niet persoonlijk. Ja, ik heb hem een paar keer ontmoet. Echt een fantastische gast. Voetbalfanaat? Ja, dat is hij zeker. Ja, ja. Ja, ja. Ik heb hem ooit in zijn onderbroek gezien. Vreemd genoeg. Ja, vreemd genoeg. Je bent waarschijnlijk een van de weinige mannen die hem ooit in zijn onderbroek heeft gezien. Het was in New York en hij kwam zo'n beetje terug. Had een tijdje niet opgetreden. En we mochten gaan kijken in... het was in New York. En daarna was er een feestje. En we hadden afgesproken dat ik hem kon interviewen. En de Nederlandse televisie zei, ja, kunnen we dat dan ook krijgen? Nou, fantastisch. We hadden dat gepland om 10:00 ochtends. Na een feestje van Rod Stewart. Hij kwam recht van het feestje. Wij kwamen er om 10:00 toe. Er gebeurde dan natuurlijk niks. Na een tijdje moet iemand hem gebeld hebben. Hij kwam mij echt in zijn onderbroek. Hij zei, man, krijg ik nog 10 minuten? Hij zei, tuurlijk krijg je nog 10 minuten. Geweldig verhaal. Ja.